PDL staat voor passiviteit van dagelijks leven. Het is een Nederlandse zorgmethode. Voornamelijk bekend vanuit de dementiezorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Tegenwoordig gebruiken wij deze ook binnen onze Huntington doelgroep. Het verschil tussen ADL en PDL is dat je met de PDL het wassen en aankleden eigenlijk helemaal overneemt van de bewoner. Dit doe ik door een rustige omgeving te creëren. De bewoner aan te spreken en ook aan te raken fysiek. En ik vooral blijf herhalen dat ik het overneem en dat de bewoner dus eigenlijk niks hoeft te doen. Ik klop natuurlijk rustig aan. Dan loop ik naar binnen, doe ik een klein lichtje aan. Ik spreek de bewoner aan. Loop naar diegene toe en raak diegene aan om echt contact te krijgen. Ik leg uit wat ik ga doen en benoem dat ze niet mee hoeft te helpen, dat ik alles overneem. Ik begin dan met het wassen van het gezicht. Dan sla ik de dekens terug tot ongeveer haar middel. Dan begin ik met het ontspannen van haar linkerarm. Dit doe ik via een bepaalde methode. En als haar arm dan ontspannen is, kan ik het shirt, het nachtshirt, uitdoen. Deze doe ik over haar hoofd en laat ik achter haar liggen. Daarna kan ik die zijde wassen en weer aankleden. Vervolgens loop ik om het bed heen om hetzelfde te doen aan de andere zijde. Daarna was ik de bewoner aan de onderkant van voren. Ik draai de bewoner naar mij toe, zodat ik de achterkant van de bewoner kan wassen. Ik doe de kleding goed. Ik leg de incontinentiemateriaal leg ik er goed onder. Daarna leg ik de tilmatten achter en draai ik de bewoner weer op zijn rug. En daarna kan ik met de tillift de bewoner uit bed helpen. Willem, waarom word jij geholpen met eten? Je hebt nu meer energie over. Als je wordt geholpen, is het minder vermoeiend. Ja. Want motorisch zou jij zelf nog kunnen eten. Ja. En nu wij jou helpen, hou je meer energie over. En doordat je geholpen wordt, eet je meer en krijg je meer calorieën binnen. Je krijgt meer eten, dat klopt inderdaad. Miranda is een heel goed voorbeeld. Miranda was is een jonge vrouw, een actieve vrouw, die liep nog zelf. Maar ze had ontzettend druk en roepgedrag. En toen hebben we besloten om het helemaal van haar over te nemen. Dus dat we haar bed verzorgden, zodat ze niet meer zelf actief bezig hoefde te zijn. Dus we hebben haar alle zorg eigenlijk uit handen genomen. Dat hebben we gedaan door de lift in te zetten. Mevrouw dus op bed te verzorgen, daar ben ik mevrouw erg rustig van.